Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Super leuk dat je kijkt. Wij zijn in Lissabon en we gaan nu lekker pastijs de Belijn eten. Dat is een, nou ja, een soort van delicatesse hier. Super lekker. Pastijs de nata, een soort klein gebakje. En we gaan wat eten bij een tentje wat het allerbekendste is hier in Belijn. En die hebben allemaal van die mooie azulejos, van die mooie tegeltjes aan de muren. Dus daar gaan we heen. Terug in het hotel. Het is al 7 uur, dus de tijd vliegt. Dus we gaan zo meteen uit eten. Ik heb een trui aangetrokken, want het is echt al wat frisser. En ik dacht, ik ga eens even delen met jullie wat ik nou eigenlijk qua werk heb gedaan. En dat valt eigenlijk wel mee, want ik heb naar de bankoverschrijvingen gekeken. Want sommige mensen betalen met Ideal, maar sommige mensen ook met overschrijving. Dus dan moet ik dat handmatig even doorgeven aan Marlieke. Ik heb even met Marlieke geappt vandaag. En ik heb 2 mailtjes gestuurd. En ik ontving net een mailtje van Ilko de Boer. Hij organiseert binnenkort een event. En hij heeft een video opgenomen waarin hij zegt dat het heel erg belangrijk is om te schrijven tijdens een seminar. En dat het überhaupt gewoon belangrijk is om te schrijven. En dat je bij mij moet zijn voor mooie journals. Dus echt super tof. Juliette die is de eigenaresse van My Lovely Notebook. Dat is een journal webwinkel. Daar verkopen ze allemaal verschillende journals. En ik heb aan haar gevraagd of zij... de journals die ik veel heb, of ze die wil inkopen, meer wil inkopen, zodat ze op voorraad zijn. Dat dus, super tof. Ik vind het echt heel leuk. Ik ben heel erg benieuwd. Dus dit is nog iets van werk wat ik heb gedaan. En ik heb natuurlijk een beetje gekeken af en toe qua bestellingen en dingen die er binnenkwamen. Maar niet echt werk. Het is vandaag maandag, dus het is de eerste werkdag. En ik vind dat ik het goed heb gedaan. Dus bijna niks. Dus dat gaat de goede kant op. Uitwaaien op het strand bij de rotsen en naar de surfers kijken. Zie je er mooi uit, Jade? We gaan eventjes zwemmen in het binnenzwembad. We hebben net gezwommen en dat was heel fijn. Alleen, ik heb toch best wel wat werkdingetjes nog die in mijn hoofd zitten te malen. En aangezien we zijn met z'n zessen en Jade, er is gewoon veel op het programma, om zo maar te zeggen. Dus ik kom niet echt toe aan de laatste dingetjes die ik graag wil afronden. En er komen natuurlijk ook soms dingetjes bij vanwege de mail, mensen die nog vragen hebben, bijvoorbeeld over openstaande offertes. Dus daar moet ik eigenlijk even mee aan de slag. Dus ik dacht ik ga eerder terug, maar nu ging iedereen eerder weer terug, dus kon ik nog niks doen. Dus ik heb besloten om morgenochtend om 5 uur op te staan, dat is wat ik vorige week heb gedaan, de 5 a.m. challenge. En dan ga ik van 5 tot 7 ga ik werken, zodat ik dan, misschien wel verder met een gerust hart alles los kan laten. En ik heb toch, merk ik dat ik ontspannen, dat toch nog wel lastig gaat, omdat ik gewoon weet dat er gewoon een aantal dingen nog moeten gebeuren. Dingen die ik niet af heb gekregen en eigenlijk best wel veel.
Ondanks dat ik best wel veel wel gedaan heb. Maar ik wil ook kunnen genieten van mijn vakantie. En als, hoe langer ik hiermee blijf malen en het elke dag met me meeneem, kan ik minder genieten. Dus ik moet gewoon zo snel mogelijk eventjes fixen. Dus morgenochtend ga ik vroeg opstaan. Ik ben benieuwd of dat gaat lukken. Het is toch vakantie, hè? Het is een andere modus. Wanneer? Nou, het is dus 5:30. Ik had besloten toch een half uurtje later te beginnen. Maar het is beneden. Ik ben in het hotel ergens. En ik ga nu iets doen voor werk. Ik heb niet echt heel veel zin in. En ik denk dat het komt ook omdat het iets is wat ik minder leuk vind. Vorige week ging ik aan mijn online programma werken. En dat vind ik heel leuk. En ik bruis van de inspiratie daarvoor. Maar nu moet ik iets doen wat ik minder leuk vind. Maar goed, het moet wel gedaan worden waardoor ik weer verder kan genieten van vakantie. Dus ik ga dat doen. Hetgeen wat ik moest doen, heb ik gedaan. Ik ben nu nog een beetje mailtjes aan het beantwoorden. Ik ga een stukje van mijn vlog editen. En dan ga ik lekker naar de kamer. Gaan we even een kopje koffie drinken, denk ik. Want dan zullen Sander en Jade ook wel wakker zijn. We zijn in Lissabon nu. En we gaan even kijken bij een winkel waar ze bestek verkopen. Wat wij heel erg mooi vinden. En als je eerder er vlogs hebt gezien, dan heb je het misschien al voorbij zien komen. En het heet Kittypool. Dus daar gaan we nu naar binnen. Ik zit weer in de auto en ik heb het bestek gekocht. Ik wilde het al zo lang en ik heb dit gewoon gekocht. Dus ik ben heel blij mee. En het mooie is, we hoeven het niet eens zelf mee naar huis te nemen. Want het was dus niet op voorraad, maar het wordt dus gewoon naar huis gestuurd. Zodra we weer terug zijn van vakantie. Dus top. Nu gaan we naar een shopping mall. Lekker shoppen. Oh. Ik ben Peppa Pig. We zijn bij de shopping mall en het is super leuk hier. Ik word echt heel blij van. Het, is, ja, het ziet er mooi uit en je hebt, nou ja, ik kan het niet zo goed laten zien. Maar we gaan lekker, ja, lekker shoppen vandaag. Het is niet zo mooi weer. En dan, ja, dan maar dit soort dingen doen toch? Ook leuk. Komt ook al op het lijstje dat we wilden doen vandaag. Ons shopavontuur zit erop. We hebben nog een middag aan het zwembad gelegen en we gaan nu lekker een hapje eten. Heerlijk, maar met de auto helaas. Dus geen wijn voor mij. Vandaag zijn we weer in Lissabon en we wilden naar Ministerio dos Jerónimos. Maar er zat een gigantische rij, dus dat gaat niet door. De rij die begint hier en die loopt door. En dan gaat hij daar in de hoek om en dan gaat hij daar nog verder. We kunnen gelukkig wel de kerk in. Wij lunchen eventjes in het hotel. En Jade geeft de iPad, of de beestjes op de iPad, ook een hapje. Goedemorgen. Er zit geen filter op mijn camera. Het is gewoon mistig hier. Je ziet helemaal niks. We hebben een beetje pech qua weer, want het is eigenlijk elke dag niet super super warm en niet super super zonnig. We hebben 1 of 2 middagjes aan het zwembad kunnen liggen en verder zijn we gewoon, ja, veel op pad geweest. En vandaag was wel het plan omdat het de laatste hele dag is in Cascais om wel lekker aan het zwembad te gaan liggen, een beetje te ontspannen. En, ik denk en ik hoop dat de wolken zo meteen wegtrekken en dat we gewoon lekker daar kunnen liggen. Jade die slaapt nog. Iedereen is onder het ontbijt. Dus ja, wij zitten klaar en wachten tot ze wakker wordt, zodat we ook naar het ontbijt kunnen. Maar met die avonden hier gaat ze best wel laat naar bed. Dus het is een beetje uit het ritme. Dus ja, ik begeef er ook gewoon naartoe en ze slaapt gewoon zo wat langer. Is prima. Prima. Dus gisteren heeft ze trouwens voor het eerst pizza gegeten. En ze vond het heel erg lekker. Dat is ook alweer een soort van mijlpaal, hè. Van ga je kind junkfood geven. Maar aan de andere kant denk ik, ja, ach, het is vakantie. We eten allemaal pizza. Prima. Nou, we zijn een uurtje verder. En het is echt al mooier weer. Daarachter is nog wel een beetje bewolkt. Maar hier is het al lekker zonnig. Dus we gaan vandaag lekker naar het zwembad. Nou, het is weer zover. We gaan weer lekker uit eten. Hele dag aan het zwembad gelegen. Het was echt super mooi weer en ik ben een beetje verbrand. Ondanks dat ik veel gesmeerd heb. Maar en we gaan lekker Cascais in en lekker een hapje eten. Trek. Wie hebben we daar? Ga je mee?
dit is de ravage nu. Maar we zijn aan het inpakken, want het is zaterdagochtend en we gaan naar de Algarve toe. We gaan daar nog twee weken, kleine twee weken, nog lekker relaxen. En dan zitten we in een appartement en niet in een hotel. Maar het nadeel is dus dat al deze spullen, en we hebben al hier een koffer al ingepakt, alles moet weer de koffer in voor een paar uurtjes rijden. Maar goed, dat gaan we dus nu doen en dan stappen we lekker de auto in. We zijn helemaal bepakt, de auto zit vol en we gaan lekker naar de Algarve rijden nu. En we dachten dat het 4 uur rijden was, maar het is eigenlijk maar iets meer dan 3 uur. Dus het valt mee, we zijn er snel. En het is hier ook weer bewolkt, dus ik hoop dat het daar ook beter is. Maar het is wel een lekker stukje rijden. Het is echt één lange snelweg naar beneden. Door echt een mooi landschap. Dus ik heb er zin in. En deze auto rijdt gewoon zo lekker dat, ja, dat het geen straf is. Ja, dat zit ook helemaal goed. Ga je even rijden? Ja. Kijk, hier helemaal ingebouwd. Maar het past precies allemaal. We zijn een soort van ingecheckt, maar nog niet helemaal, want we kunnen pas om 4 uur ons appartement in. Dus we moeten nu nog even een uur en een kwartier overbruggen. Dus we gaan even bij het zwembad kijken. Dat is toch jammer, hè? Toch wel lekkerder om meteen even alles in je huisje te gooien. Maar het ziet er wel heel mooi uit hier. Aan de golfbaan. We hebben geparkeerd en we gaan nu naar ons appartement. En het is nummer 18 waar wij zitten. Kijk, en daar zie je al iemand met zijn golfkarretje daarachter. Kijk, ik ben heel benieuwd. Nou, reken maar op traditioneel. Ja, ja, traditioneel. Oh, met een trap en een kinderstoel. Dat is fijn. Ja, het is inderdaad een beetje gedateerde inrichting. Kijk hier. Oh, grote keuken ook. Netjes. Nou, het ziet er wel netjes en schoon uit, hè? Ga lopen. Oeh, kijk eens. Oh. Ja. Ja. Mooie slaapkamer. Hier is de deur. Oh, hier nog een balkon ook. Nou, het ziet er wel netjes en schoon uit, hè? Ja, dag, deur dicht. Nou, en we hebben een balkon met lichtbedjes. Dus dat is echt wel heel fijn. En zeker als Jade slaapt, dan kunnen we hier of beneden zitten. Zo, we gaan lekker aan de borrel. Goed begin. Dus we hebben hier lekker een plekje. Nu de wijn nog. Goedemorgen, het is zondag vandaag, hè? En ja, we werden vandaag wakker in ons nieuwe huisje in de Algarve. Een jaartje! Zie je Jade? Oh, water zie je. Ja, mama is zover jou pakken, hè? Doe maar eerst even lekker watermeloen. We zijn gisteren echt super vroeg naar bed gegaan. We hebben pasta salade gemaakt. En we hebben nog even op Netflix gekeken. En zijn vroeg gaan slapen. Toch wel vermoeiend zo'n reis. En dit is echt... Ja, het tweede deel van onze vakantie. Nu gaat het echt, echt ontspannen beginnen. Geen make-up, geen leuke jurkjes. En gewoon een bikini aan en liggen en lezen. En zolang we dat natuurlijk redden met haar. Maar goed, dat zullen we vanzelf zien. Maar het is natuurlijk niet dat we niks leuks gaan doen. Maar het is voornamelijk wel nu in het teken van ontspanning. We liggen aan het zwembad. Een mooi plekje. Een beetje van het water af. Deze diva ligt lekker framboosjes te eten hier. Onze tweede week van de vakantie is begonnen en ik ben nog steeds in mijn eerste boek bezig. Plezier met business. Echt een leuk boek en ik weet nu al dat ik hem nog een keer wil lezen. Er staan echt dingen in die ik erg inspirerend vind en je aan het denken zet. Want ze helpt je dus om meer vragen te stellen dan om conclusies te trekken en allemaal rondom je business en het ontvangen van geld. Het is echt, echt een aanrader. Ik zal het linkje hieronder nog een keertje plaatsen van het boek. En het is voornamelijk ook van de Access Consciousness. Dat is een soort van
beweging. Ik weet niet hoe je dat eigenlijk noemt. Maar die hebben een soort van clearing statement. Waarmee je dus dingen los kan laten. Ik vind het erg interessant. En ik lig hier ook wel op een heel aangenaam plekje. Zo. Aan het zwembad. Sander is met Jade eventjes naar huis om haar te laten slapen. En ik mocht eventjes bij het zwembad blijven. Heerlijk. Dus het water is trouwens heel koud. Dus daar ga ik niet in. Maar het idee dat ik gewoon bij het zwembad lig, is wel fijn. Ja. Zo, we gaan lekker een broodje hamburger eten vanavond. En Sander heeft Angus beef en ik heb vegetarisch. En de andere helft heeft Jade gegeten. Ik heb er nog eentje hier. Gaan we lekker op een broodje doen. Is daar een pan? Zie je daar een pan? Ja. Pan! Nee. Sander is lekker de hamburgers aan het bakken, dus wij gaan zo meteen lekker eten. En ik ga ook de vlog afsluiten, want het is zondagavond, hè? Time flies when you're having fun. Ik hoop je volgende week weer te zien in een nieuwe vlog. Doei!